Hey, welkom bij een nieuwe video. Koeien en stieren zijn meestal gedomesticeerde dieren die voor hun vlees en melk worden gehouden. Volgens verschillende artikelen zouden er 1 miljard koeien op aarde leven. Het kan dan ook niet anders dan dat daar unieke exemplaren tussen zitten. Vandaag gaan we je 10 koeien en stieren laten zien die maar 1 keer in 1000 jaar geboren worden. Ben jij nieuw op dit kanaal? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. En voordat we beginnen, doe ook even een duimpje omhoog. Nummer 10. Alle dieren zien er schattiger uit wanneer ze klein zijn. Maar heb je wel eens een koe gezien die ontzettend klein is? Rani is waarschijnlijk de kortste koe ter wereld, want ze is slechts 50 centimeter lang. Ze ziet er erg schattig uit en je zou kunnen denken dat ze misschien een kalf is. Maar nee, ze is een volwassen dier. Het is dus niet te verwachten dat ze nog groter wordt. Rani is een Bhutanese koe en deze zijn normaal gesproken niet zo kort. Maar Rani werd extreem populair dankzij haar grootte. Duizenden mensen bezochten het dorp in Bangladesh om dit kleintje te ontmoeten. Maar in de geschiedenis is er nog een andere koe die ontzettend klein is. Maak kennis met Lil Bill. Het is geen wonder dat hij Lil wordt genoemd, want Bill weegt slechts 3,5 kilogram en is half zo groot als een kat. Nummer 9. Eenhoornige dieren worden meestal beschouwd als een mythe. Maar wist je dat er in het echte leven ook dieren bestaan met slechts 1 hoorn? Maak kennis met Diamond, een koe met slechts een enkele hoorn die midden op zijn kop groeit. Als je niet in eenhoorns geloofde, wordt het tijd om dat wel te doen, want Diamond ziet er mythisch uit en nee, het is geen Photoshop. De stier is echt zo geboren en dat is dan ook de reden waarom Diamond super populair werd op het internet. Hij werd al snel de lieveling van het dorp en veel mensen waren zelfs bereid om naar Brazilië te reizen alleen maar om deze koe met 1 hoorn in het echt te kunnen ontmoeten. Nummer 8. Deze volgende videobeelden van een koe die op haar 2 achterpoten liep, gingen viraal over de hele wereld. Het ongelooflijk is dat toen deze koe werd geboren, mensen dachten dat hij het niet zou overleven vanwege de aandoening. Maar het dier haalde het niet alleen, maar hij slaagde er ook in om te leren rechtop te lopen zoals mensen dat doen. Het hele internet was geschokt bij het zien van deze video en veel mensen konden hun ogen niet geloven. De videobeelden zijn dus niet bewerkt en het dier is meer dan echt. Mocht je de koe willen bezichtigen, dan moet je naar India afreizen, want dat is waar de koe werd geboren. Het is mooi om te zien hoe de koe zich heeft weten aan te passen en niet opgaf om te blijven leven in deze moeilijke omstandigheden. Nummer 7. Dit arme ding ziet er extreem bizar uit, want het kalf heeft een misvormde kop en is geboren met maar 1 oog. Mensen uit het district Bardhaman in West Bengal in India onthulden dat het dier door zijn moeder was verstoten. Een aantal goede mensen besloten hem echter te adopteren. Zij bekommerden zich om het kalf en niet omdat zij medelijden met hem hadden, maar ook omdat velen geloven dat hij een wonder van God is. Het dier wordt dus door vele mensen aanbeden en dat is niet zo slecht. Natuurlijk voor sommige mensen is de manier waarop deze koe eruit ziet een beetje eng, maar de koe wordt tenminste goed verzorgd. Hij is ook geliefd door vele mensen in het district en de koe krijgt door zijn unieke uiterlijk zelfs wat extra aandacht. Nummer 6. Longhorns komen voornamelijk uit het zuidwesten van Amerika en het noorden van Mexico en ze worden zo genoemd omdat ze enorme lange horens hebben. Poncho is echter degene die het Guinness World Record heeft gevestigd voor de langste horens. Bijna 17 centimeter, dat is de lengte van zijn horens. Kun je je dat voorstellen dat het dier zo is geboren? Om te begrijpen hoe groot hij wel niet is, de horens van Poncho is 2 keer zo lang als de breedte van een concertvleugel. De eigenaar van het dier wist niet eens dat Poncho bijzonder en populair zou worden, want toen hij hem kocht was hij net iets groter dan andere dieren. Met der tijd realiseerde de man zich dat zijn horens meer dan normaal waren en toen hij ze opmeet schrok hij ervan. De horens stopte ook niet met groeien en nadat het dier beroemd werd uitte het publiek zijn bezorgdheid over de toestand van het dier. Gelukkig is alles in orde met Poncho en is hij gewoon een superster. Nummer 5. Albinisme is het aangeboren of ontbreken van het pigment melanine in de huid. Dit is zeldzaam bij mensen, maar kan ook bij dieren gebeuren. Maar om het bij een koe te zien gebeuren is nog zeldzamer. Deze koe die de naam AI kreeg won de harten van duizenden mensen. Toen hij werd geboren merkte haar eigenaren dat ze anders was dan andere koeien. Ze zag eruit als een kleine sneeuwbal en haar eigenaren werden meteen verliefd op haar. De koe had geen pigment in haar ogen, ze had roze oogleden en een roze neus. De vrouw die eigenaar is van de koe begon het internet af te struinen om erachter te komen hoe albinisme bij koeien kunnen voorkomen.
Ze belde zelfs met een professor van de Universiteit van Minnesota die uitlegde dat albinisme in zeldzame gevallen voor kan komen bij dieren. Maar hij gaf toe dat het zeer zeldzaam is om een koe als AI tegen te komen. Nummer 4. Deze videobeelden zijn nog bizarder. Maak kennis met deze kleine, maar ongelooflijk ongewone koe met 6 poten uit China. De eigenaar van de koe zei dat hij zijn ogen niet kon geloven toen hij het dier voor het eerst zag. Wetenschappers zeggen dat dit een zeldzame afwijking is die voorkomt als er een tweeling in de baarmoeder zit en een van hen zich niet meer ontwikkelt. De tweeling was dus niet helemaal gescheiden en daarom werd deze kleine koe geboren met 2 extra poten. De boer zei dat hij al 5 jaar lang voor de moeder van deze ongewone koe zorgt, maar zoiets als dit had hij in zijn leven nog nooit gezien. Nummer 3. Normaal leven koeien niet langer dan 20 jaar, maar deze koe die de naam Big Bertha kreeg leefde bijna 49 jaar. Ze is een echte legende geworden, want ze had niet alleen een Guinness World Record voor de oudste koe ter wereld, maar ook een tweede Guinness World Record voor het voortbrengen van 39 kalveren. De koe was een lokale beroemdheid in Ierland geworden en verscheen bij elke St. Patrick's Day parade in het Ierse plaatsje Sneem. Mensen hielden veel van haar en ze genoot zeker van haar leven omdat ze werd behandeld als een ster. Geen wonder dat ze 48 jaar lang leefde. Maar helaas haalde ze net haar 49ste verjaardag niet en overleed ze 3 maanden voor haar speciale dag. Nummer 2. Je hebt al begrepen dat deze aflevering volstaat met verhalen van ongewone koeien en deze volgende koe is daarop geen uitzondering. Deze koe werd geboren met 2 koppen in India en als je dit voor het eerst ziet is het moeilijk te geloven. De boerenfamilie was ook uiterst verbaasd om een pasgeboren koe met 2 koppen te zien en ze deelden het nieuws met mensen online. Sommige mensen namen aan dat de koe speciaal was gefokt in het laboratorium als experiment, maar de boer die eigenaar is van de kleine koe met 2 koppen stelde iedereen gerust dat het dier gewoon zo geboren was. Ook dit is een verschijnsel die zelfs bij mensen zelden voorkomt. Je hebt vast wel eens gehoord van mensen die met 2 hoofden worden geboren. Dus nu weet je dat het ook bij koeien kan gebeuren. Nummer 1. We hebben het al gehad over Rani en Lil Bill, de kleinste koeien ter wereld. Maar nu is het tijd om kennis te maken met Knikkers, de grootste koe die werd geboren in West-Australië. Deze stier is echt gigantisch, want hij is maar liefst 1,94 meter hoog. Moet je je voorstellen als je dit beest in het echt ziet en hoe krachtig hij wel niet moet zijn. Maar er is nog een andere stier, Bellino genaamd, die groter zou zijn dan Knikkers. Deze stier is namelijk de houder van het wereldrecord met zijn 2,2 meter hoog en zijn gewicht is een ongelofelijke 1400 kilogram. Je wilt niet dat hij bovenop je valt. Bellino is een Italiaans beest en het zou heel interessant zijn als de twee reuzenstieren elkaar ooit zouden ontmoeten. Wat vind jij van koeien? En heb jij toevallig een koe? Laat het me weten in de reacties. Als je het een interessante video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.